Elke maand kan je in Den Artiest in Veldegem terecht voor de VBRO Radioshow. Wow, ik vind dat fantastisch. Dat is iets anders. We zijn allemaal top. Nederlandstalige muziek hoor ik wel vrij graag. Een beetje meezingen, een beetje dansen. Super ambiance. Ja, waarom? Ja, wij zijn daar in geflipt. Ik dansen het ook. Vooral in een ambiance hier. En ik heb hier fantastisch leuke mensen leren kennen. Veel ambiance. Tof om hier te zijn. Ik mag eigenlijk zeggen dat het voor mij hier begonnen is. Hè. Dus ja, kom ik met plezier terug. Ja, zo simpel is dat. Hier, als je hier een plaats, een nummer wil uitproberen en de reactie weten van het publiek, moet je hier doen. Als je de taal van de liefde bestaat, dan zal je nooit in de duisternis vervallen. Maar we leiden je zilveren zonnestralen naar het beloofde land, het gedroomde land. Ja, het is met veel plezier. En Erik van den Artiest heeft altijd gevraagd van, jij doet de presentatie en ik doe het met enorm veel plezier. En al die artiesten aankondigen, je leert veel mensen kennen en zeker ook die artiesten. Dat is heel plezant natuurlijk. Je zingt ook ondertussen. Ja, absoluut. Ik ben nu, eigenlijk volgend jaar ben ik al 20 jaar op de planken. En ja, met veel plezier en van het een komt het ander. Ik ben eigenlijk contact door Jovalli. En Jovalli heeft ooit gestimuleerd voor, je moet doorgaan met zingen. En zo is het allemaal gegaan en ook presenteren. Ja, ik doe het met veel liefde. Klopt, dit is de eerste keer hier in Veldegem, in de Artiest. Ik moet zeggen, ik ben heel verrast op de mensen eigenlijk, hoe ze reageerden op mijn eerste nieuwe single. Nederlandstalig en Duitsstalig, dus Alleen Jij en dan Den Oerdoe. Ik ben heel verrast, ik ben super blij ook. Ik zal zeer goed slapen deze avond. Ik had niet gedacht dat iedereen het zo leuk zou vinden, maar kijk, voilà. Dus ik ben heel blij. Ik kan regelmatig zeggen, misschien 3 keer per jaar mag ik hier te gast zijn in een artiest. Maar ik heb ook een vast optreden van enkele dagen. En tijdens de maand november kan je mij ook. De mensen die graag een idee hebben, die kunnen hier zeker vast komen. Ja, het is al van in het begin van mijn carrière vind ik dat, ja, dat we een enorme mooie samenwerking hebben. Erik en Marisse, zijn vrouwtje en ik.
Ja, tijdens de namiddagshows ben ik hier toch wel 2 maanden in een jaar. En ook tijdens de VBRO-shows word ik heel vaak gevraagd en dat doet mij ontzettend veel plezier. Ja. Jullie zijn de ambiancebrengers van de avond? Schijnt. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Erik, hij was heel enthousiast over jullie. Dat moeten jullie zeggen, hè? Dat moeten wij niet zeggen. Hè? Komen jullie hier dikwijls optreden? Dikwijls. Ik denk dat van ons de eerste keer is vandaag hier. De eerste maal. Ja, het moet voor alles de eerste keer zijn. Hè? En Erik, die was heel, heel enthousiast. Zo moet dat zijn, hè? Dat is altijd onze bedoeling. Zeg maar, wij ook. Wij waren ook enthousiast. Absoluut. Absoluut. Super. Wat verwachten we nog van jullie naar de toekomst toe? Wat verwachten we nog? Nog heel veel plezier en nog heel veel feest natuurlijk. Hè? En nieuwe single die eraan komt. En een nieuwe volgende. Vertel. 15 april hebben we opname met MenTV. Vlaamse 10. En na de zomer gaan we een album doen. Hoogstwaarschijnlijk gaat dat een dubbel album worden. Iets heel speciaals. Tot volgende maand in de Artiest in Veldegem voor de VBRO Radio Show. Volg deze reportages ook via de Facebookpagina.